In de avond van 29 op 30 januari is mijn schoonvader met zijn hondje gaan lopen op de Admiraal de Ruiterlaan. Vermoedelijk door iemand aangesproken en aangevallen. Uiteindelijk is hij gevonden, hevig gewond. En is uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. We weten tot op de dag van vandaag weten we nog niet wie hier verantwoordelijk voor is. Misschien dat er iemand is die iets gehoord heeft of iets gezien heeft of misschien wel iets gevonden heeft. Waarvan in eerste instantie dacht dat het niet belangrijk genoeg was om dat aan de politie te vermelden. Laat vooral van je horen. En aan de dader, hoe kun je zoiets ingrijpends zo lang voor je houden? Besef je wel wat je andere mensen hebt aangedaan? Ik hoop dat dit een keer aan het licht komt. En dat wij niet meer in het donker staan.